De regering heeft 100 miljoen SRD goedgekeurd ten behoeve van de gezondheidszorg in Suriname. De goedkeuring volgt op een raadsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid. De 100 miljoen SRD zal dienen voor de centrale inkoop van medische verbruiksartikelen, medicatie en medische wegwerpartikelen. De vergadering van de Raad van Ministers heeft eveneens als raadsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid goedgekeurd dat de beoordelingscommissie acute zorginkoop onmiddellijk wordt ingesteld. Deze commissie heeft onder andere als taak het opstellen van criteria voor de artikelen die kunnen worden aangevraagd en het beoordelen van aanvragen van zorginstellingen. Ook kunnen ziekenhuizen vanwege de slechte betalingsdiscipline nog amper op krediet inkopen. Hetgeen op dit moment resulteert in een situatie waarin patiënten met of zonder levensbedreigende aandoeningen niet meer kunnen worden behandeld.